Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een alternatieve kerstboom maken. Echt een super leuk idee heb ik. En ik heb echt heel veel zin om daar aan de slag te gaan. Heb jij er ook zin in? Doe dan vast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan. Het kost helemaal niets, maar blijf gevolgd voor alle leuke video's die ik maak. En we gaan nog heel veel leuks maken. Dus druk eventjes op die abonneerknop. Daarnaast help je mij ook groeien en zorg je ervoor dat ik dus deze video's gratis kan blijven maken. Heb je er zin in? Doe vast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Deel het op Facebook of Instagram. Dan maak je elke maand kans op een leuke prijs. Dat is natuurlijk super leuk. En ik vind het ook heel erg leuk om te zien wat jullie allemaal hebben gemaakt. Ook zou ik het heel leuk vinden als jullie even een reactie achterlaten. Wat jij van deze video vond of wat je graag zou willen zien op dit kanaal. En wie weet maak ik dat dan binnenkort hier. Dus goed, wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. En dan gaan we nu gauw beginnen. Zoals je ziet heb ik al hele mooie frames naast me staan. Ik heb klein en groot. Het is echt een heel mooi, degelijk, stevig frame. Dus echt heel gaaf. En hier gaan we mee aan de slag. En wat we gaan doen is we gaan hem heel mooi ontwikkelen met mos. Zodat hij mooi natuurlijk wordt. En wel dat we er doorheen blijven kijken en diepte creëren. Je kan hem namelijk ophangen of neerzetten. Dus dat is natuurlijk super leuk. En dan gaan we zorgen dat we het binnen in de kerstboom het spannend maken. Dus heel erg leuk als je het mij vraagt. En je kan hem dus in twee maten bestellen. Ik maak vandaag de grote versie. Maar je kan ook de kleine versie maken. Die is ook echt heel erg leuk. Of allebei naast elkaar is natuurlijk heel gaaf. Allereerst gaan we alles ontwikkelen met mos. Dus ik pak even het mos erbij en dat gaan we ontwikkelen met wikkeldraad. We bevestigen het wikkeldraad eventjes aan het frame. En afhankelijk of jij hem op wil hangen of wil neerzetten, wikkel je of de ronde cirkel mee of je laat hem open. Dat is net wat je zelf wil. Ik ga ze neerzetten, dus ik kan hem prima ontwikkelen. Denk je dan later alsnog van, goh, ik wil hem wel ophangen. Dan kan je natuurlijk gewoon even doorprikken. We pakken elke keer hele kleine stukjes mos. En dat wikkelen we er strak omheen. We willen het mos er echt wel strak omheen hebben, zodat we echt straks die diepte kunnen creëren. En daarin ook mooi die ballen kunnen ophangen wat we gaan doen. Want we gaan er binnenin kerstballen ophangen. Bovenin is het wat lastiger omdat we iets minder ruimte hebben. Maar je blijft gewoon wikkelen tot het mos eromheen zit. Ik haal jullie even iets dichterbij, dan kunnen jullie precies zien wat ik doe. Zoals je ziet heb ik hem nu helemaal ontwikkeld met mos. Mocht het mos nog wat verder uitsteken, kan je nog even een extra wikkeling maken, zodat ze mooi compact omheen zit. Maar we hebben nu de basis mooi weggewerkt. Nu gaan we de inhoud maken. We laten hem dus gewoon open en aan de binnenkant komt dan een bal. Een kerstbal die we zelf gaan maken door middel van Oase. En ik heb hele leuke Crasperia bolletjes die al geverfd zijn, dus dit is echt een heel lang houdbaar stuk. Wat we eerst gaan doen is eventjes een touwtje door de bol doen waar we hem dan aan kunnen ophangen. Dat kan straks aan de binnenkant bevestigd worden en dan steken we hem mooi op.
Ik doe dat met een ijzerdraadje. Daar maak ik even een haakje aan waar ik dan even het touwtje doorheen kan doen. Die druk ik dan wat platter zodat het gat niet te groot wordt. En ik maak eventjes een dubbele knoop in het touwtje. En deze kunnen we er dan doorheen steken. Trekken we even door. Dan gebeurt er vaak dat het touwtje er doorheen gaat. Dus krijg je heel veel vragen naar hoe je kan zorgen als er gewicht opkomt dat hij er niet doorheen gaat. Dat doe je door een klein stukje mos onder het knoopje te doen. Dit zet je dan gewoon even vast met een krammetje. En zo zet je ook eventjes het knoopje vast. En dan zie je straks niks van weer, maar dan zit hij goed stevig vast. Dan gaan we de bol bekleden met allemaal Craspedia in verschillende tinten. Wat super mooi bij deze tijd past. Ik heb goud, zilver en brons. En die steken er kort heen, omheen en mooi compact op elkaar. Zoals je ziet heb ik de bol mooi verdeeld met de Craspedia bolletjes. Het geeft al een heel mooi sierlijk effect. De oase die nu zichtbaar is gaan we wegwerken met het plantje die we vastzetten met een krammetje. We knippen dit even heel kort en zetten het dan vast met een krammetje. Dit droogt heel mooi in, maar het geeft een mooie grijzige winterse effect. Zoals je ziet hebben we dan echt een hele mooie winterse kerstbal. Die gaan we nog even omwikkelen met lichtjes, want dat maakt het natuurlijk extra gezellig. Dat maakt het gelijk gezellig. We gaan hem dus nu in de kerstboom hangen. Ja, bovenin zit een haak. Het is nu wel iets lastiger door het mos om dit te vinden. Maar hij zit er echt, dus daaraan kun je het touwtje bevestigen. Je haalt hem dan gewoon door de ring die erin zit. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. En dan breng je hem op gewenste hoogte. Even hijsen.
En hoe gaaf is dit dan? En dan bevestig je hem op de hoogte wat jij zelf het leukst vindt. Waar jij mooi vindt vallen. En dan leg je dan gewoon een knoop in. Ik vind hem echt helemaal fantastisch. Ik vind het super leuk. Ook dat grijzige. En toch het subtiele kerst. Wat je overhoudt, dat snij je gewoon even af. En dan heb je nog het kastje. Die kan je nog even mooi wegwerken. Ik plaats die dan bovenin. Zodat je die niet onderin ziet. En daarmee kan je hem natuurlijk elke keer aan en uit doen. Wat ook leuk is, is om nog extra kerstballen eraan toe te voegen. We hebben in onze webshop losse kerstballen die er heel goed bij passen. Ik vind zelf deze echt heel erg mooi qua kleur erbij passen. Het is een beetje een champagne kleur. En die kan je er ook zelf gewoon op dezelfde manier bij onderhangen. En dan creëer je nog meer diepte en apart, dat het apart is in het stuk zelf. Omdat de basis heel neutraal is, eventueel zou je onderop ook nog kerstgroen kunnen doen. Je kan aan de buitenkant heel veel dingen plakken en lijmen. Wat je daarin leuk vindt, maar ik vind het mooi om het subtiel en zo strak te houden. Omdat die bal hem dan extra apart maakt en je dan het ook spannend houdt om erin te kijken. Je kan hem eventueel dus ook ophangen. Ik ga nog wel even wat extra balletjes erin toevoegen, want ik vind het een heel leuk effect geven. En dat maakt het toch wel eventjes af. En dan is hij helemaal klaar. Ik vind hem echt fantastisch. Ik heb er nog wat andere ballen bij ingedaan. En door de lampjes in combinatie met die bal glittert het echt heel mooi erdoorheen. Je kan de ballen dus losbestellen in onze webshop. Die staan onder een kopje kerstballen. En ook de lampjes kan je eventueel nog extra toevoegen. Want je kan natuurlijk ook de buitenkant helemaal vol met lampjes doen. Dan kan je alle kanten mee op. Je kan hem dus in 2 maten bestellen. Ik zal de afmetingen er even bij zetten. En ik heb de grotere versie gemaakt. En dan kan je ook nog eventueel de kleinere versie maken. Dus daar kan je dan alle kanten mee op. Ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Wil je dit pakket nu bestellen? Ga naar www.ulnijbloemist.nl. Vind je onder een kopje cursuspakketten. De pakketten gaan heel erg hard. Dus wil je hem graag bestellen of voor een later tijdstip, kan je dat gewoon aangeven. En dan hoop ik dat jullie dit weer een leuke video vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!